Een goedemorgen, goedemiddag of goede avond, wat het daar ook is. Hier is Del Koenderink weer. En nou ja, zoals beloofd ga ik vertellen over het boek wat ik nu aan het schrijven ben. Nou ja, zoals de meeste van jullie weten, ik heb dus een aantal boeken geschreven. Dus even uitdagingen, klassenmanagement, hoe richt je beleid in, motivatie. Er is nog een boek op stapel overigens in het Nederlands, een boek over Spiral Dynamics, waar ik echt super enthousiast over ben. Het is ontzettend gaaf dat Roland Lauwers nu bezig is om dat uit te werken, dus dat gaat er ook in de komende periode aankomen. Maar iets wat de afgelopen periode me bezig heeft gehouden, is het schrijven van mijn nieuwe boek wat ik samen met James Webb doe. James Webb, bekend van Begeleider van Hoogbegaafde Kinderen, heeft een publishing house, of heeft eigenlijk een uitgeverij. En in overleg hebben we besloten dat hij een van mijn boeken gaat uitgeven. En origineel was het idee dat we dus even uitdagingen zouden gaan vertalen. Nou ja, herschrijfsessies later is het eigenlijk een compleet nieuw boek geworden. A Bright Future for Our Bright Minds. Dus nou ja, hoe kunnen we een mooie nieuwe toekomst creëren, vooral voor onze getalenteerde geesten. Maar ook wetende dat die toekomst anders gaat zijn. De wereld gaat veranderen. Kunstmatige intelligentie begint belangrijk te worden. Robots. Er komen allerlei ethische vragen op ons af. Zoals een tijdje geleden Facebook ons heeft laten zien. En nou ja, wat mij betreft is een heel belangrijke daarbij horende vraag. Wat doet het onderwijs daarin? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs onze kinderen voorbereidt op die ongewisse toekomst? En nou ja, ik maak wel eens de flauwe opmerking. Ik denk dat onderwijs eigenlijk soms een beetje het juiste antwoord is, maar op de verkeerde vraag. Het is het juiste antwoord op de vraag hoe bereid je iemand voor op de toekomst als het 1960 is. Het is alleen geen 1960 meer. Want als je kijkt naar het huidige moment, mensen die nu de banenmarkt opkomen, die zijn 20 jaar geleden begonnen. Toen begonnen mobiele telefoons net en begonnen we een beetje met e-mail te werken op ons werk. En nou ja, intussen ziet die wereld er compleet anders uit. Dus hoe gaan we zorgen dat die wereld zo aangepast, of dat onderwijssysteem zo aangepast wordt, dat het tijdloos genoeg is om kinderen daarop voor te bereiden. Want het gaat alleen maar sneller veranderen, niet langzamer. Dus mijn vraag aan jou is, wat denk jij dat het onderwijs zou moeten zijn? Wat zou het onderwijs mee moeten geven aan kinderen om ze echt voor te kunnen bereiden op die toekomst? Hoor het graag hier beneden in de comments, ook misschien andere onderwerpen waar je het over zou willen hebben. Zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.